Dit is de Tempo Touch vriesdroog koffieautomaat. Om lang plezier te houden van je automaat is het belangrijk deze goed te onderhouden. In deze video laat ik je de stappen zien van het wekelijks onderhoud. Om bij het reinigingsprogramma te komen, druk je op de menuknop linksboven in het scherm. Vervolgens kies je de optie automaat reinigen. De automaat neemt je mee in de stappen die je moet doorlopen om alle onderdelen te reinigen. Druk telkens op het pijltje om verder te gaan. Open de deur en de klep van de automaat. Draai de uitloopjes omhoog, haal de containers uit de automaat en verwijder de uitloopjes van de containers. Ga nu verder met het reinigen van de mixerkommen. Dit doe je door de slang van de mixerkom af te halen en de zwarte hendel naar rechts te draaien. Nu kun je de mixerkom uit de automaat halen. Als de mixerkommen uit de automaat zijn, haal je de afzuigring van de mixerkom af. Haal vervolgens de afzuigladers uit de automaat. Let op, deze zitten vrij stevig vastgeklikt. Nu alle onderdelen uit de automaat zijn, kun je deze schoonmaken met warm water. Het is belangrijk om deze hierna goed af te drogen voor je ze terugplaatst. Wil je meer gebruiksgemak? Vraag jouw contactpersoon om een wisselset voor je automaat. Zo kun je alle gebruikte onderdelen in de vaatwasser doen en de schone onderdelen direct in de automaat plaatsen. Voordat je de onderdelen terugplaatst, maak je de binnenzijde van de automaat schoon met een vochtige doek. Plaats alle onderdelen terug. Begin met de afzuigladers. Zet de afzuigring terug op de mixerkom en de mixerkom terug aan de automaat. Druk de mixerkom goed aan terwijl je de zwarte hendel naar links draait. Wanneer je dit juist hebt gedaan, wijst de zwarte hendel recht omlaag. Plaats de slangen weer aan de mixerkommen. Plaats daarna de uitloopjes terug op de containers en zet vervolgens de containers terug aan de automaat. Let op dat het nokje onder de container in de uitsparing valt. Daarna draai je de uitloopjes terug omlaag. Nu ben je klaar met het reinigen van de binnenzijde en kun je de klep en de deur van de automaat weer sluiten. Nu ben je aangekomen bij het volgende scherm, waar de automaat vraagt om een opvangbak te plaatsen. Plaats een opvangbak van minimaal 1 liter onder het uitgiftepunt. Als je de opvangbak hebt geplaatst, druk je op het pijltje en de automaat begint direct met spoelen. Als het spoelen klaar is, verwijder je de opvangbak en leeg je deze. Druk op het pijltje om deze stap te bevestigen. Het spoelen is gereed. Haal de bekertreef uit de automaat en maak deze schoon met warm water. Droog de bekertreef goed af voordat je hem terugplaatst. Maak de voorzijde van de automaat schoon met een vochtige doek. De automaat is weer klaar voor gebruik en jij kunt weer genieten van een heerlijke kop koffie.